volgorde een indruk te geven van de opbouwfase van het laboratorium voor biologische en medische natuurkunde. In dit verband lijkt het zeker gepast deze ontwikkelingen in een groter raam te zien en de groei van de toekomstige behuizing, de hoogbouw, hierin mede te betrekken. De werklift naar boven en dit is het uitzicht vanuit de nu nog kale betonnen ruimte van de 25e verdieping. Behuizing aan de Rogussenstraat, gezien in maart 1968, gevolgd door enkele beelden van de inwendige activiteiten, waaruit ook duidelijk zal blijken dat LAB hier nog staat voor labyrint. Waarvan hier enkele beelden vormt een integraal onderdeel van het laboratorium. Uiteenlopende discussies gevoerd worden die vaak tot opzienbarende conclusies leiden. MUZIEK
kleine greep uit de huidige onderzoeking. Een aantal beelden van het onderzoek aan Machbanden. Een onderzoek naar de waarnemingskans van verschillende lichtpatronen onder variabele omstandigheden. Van de gehoorsexperimenten, namelijk aan de fijnstructuur van het menselijk gehoor. De beelden uit de noodbehuizing, echter niet zonder enige aspecten te tonen van de uiteenlopende werkzaamheden van onze tot nu toe enige vrouwelijke medewerker. Vindt de verhuizing plaats naar de volgende tijdelijke behuizing, het toekomstige gebouw voor klinische wetenschappen. Hiervoor ziet onze toekomstige ruimte er nog uit als een verzameling stalen staketsels. Maar een maand daarna is een grote lijn al te ontdekken. Inderdaad is inderdaad onze afdeling bezig schoon en dan vanaf nu wordt de zaak aan de verhuizers overgelaten. Waarna ons na korte tijd nog slechts een lege ruimte rest. Ook aan de bewegwijzering is gedaan, alleen voorsorteerborden ontbreken nog.
terugkerende werking van klikvormige op continue auditieve signalen. Een onderzoek aan in de hersenen opgewekte signalen als gevolg van auditieve prikkels waarbij mogelijk een verband bestaat met de op psychofysische wijze gevonden temporele overdrachtsfunctie. Waarneming van niet-harmonische amplitude gemoduleerde signalen in vergelijking met wel-harmonische complexen. Nu bij de visuele groep een wat geavanceerde versie van de al eerder vertoonde magbandmeetopstelling. Zoals op 21 oktober toen een kraan het begaf. De daaropvolgende actie, waarbij een hulpkraan in een hoogte van 170 meter het geweer werd gebracht, was zeer spectaculair, zoals uit de volgende beelden zal blijken. Eind augustus 1970 gaan we eindelijk over
naar de definitieve behuizing, de 16e verdieping van de hoogbouw, waarvan nu de tweede 6 lagen in gebruik worden genomen. Hieraan vooraf een bewogen tijd van afbreken en plaatsen, zoals uit de volgende beelden blijkt. Thank you.